Aan tafel Jos Over de West en Martijn Krijnen. Welkom. We hebben het er al even over gehad wat hier op tafel ligt. Ik zei niet zo professioneel. Dit zijn stokjes. Je verbeterde me gelijk. Er is een heel net woord voor. Ja, dit zijn batons. Baton. Maar ik gebruik zelf ook gewoon de term stokje. Stokje. Dirigeerstokje. Ja. Of ja. Stok. Ja. Dat is allemaal om een orkest te dirigeren, zullen we maar even zeggen. Jij bent de baas van het orkest? Nee, dat is een misverstand wat vaker aan de oppervlakte komt. In principe zijn de muzikanten de baas van het orkest. Oké. En ik mag die mensen helpen om in het musiceren verder te komen. Dat zal allemaal tegelijkertijd eindigen. En dat geldt op alle niveaus hier in Nederland. Het is de werkelijke macht ligt gewoon bij de leden van het orkest. Oké. Vroeger was dat wat anders inderdaad. Dat heeft een beetje mee te maken. We hebben een tweetal tradities. We hebben natuurlijk de traditie van de symfonische muziek. En we hebben natuurlijk ook de traditie van de militaire muziek. En de militaire muziekkorpsen. En in de militaire muziekkorpsen, dan gaat het gewoon op rang. Ja. En dan was de dirigent vaak wel de hoogste in rang. Ja, die was inderdaad de baas. Ja. Maar dat is alleen wat betreft militaire orkesten. Okay, ja. We hebben het niet over zomaar een vereniging. We hebben het over de muziekvereniging Sint Radboud. Dat ben ik bij de introductie en allemaal enthousiasme even vergeten. De muziekvereniging Sint Radboud, dat is een begrip. Iedereen kent het wel, denk ik zo, in Schiedam. Jullie maken, zijn altijd aanwezig. Ja, wij bestaan natuurlijk al heel lang. Hè? Volgend jaar 130 jaar. Dus dat is al traditie. In al die jaren is orkest ontstaan. Ooit begonnen als fanfare. En in de oorlog heel klein uitgedund. Uiteindelijk zijn een aantal mensen toch blijven musiceren. En uiteindelijk uitgegroeid tot best een groot orkest. En ja, we zijn ook wel trots op dat wij gewoon ook leuke en grote dingen kunnen doen. Ja. Dus, kunnen we natuurlijk niet alleen als vereniging, maar daar hebben we uiteraard ook een muzikale leiding voor nodig. En iemand die dat ook aandurft en kan. Ons dirigent wordt ook geacht om groots te dirigeren. Dus niet alleen orkest, maar ook met koorden achter en solisten. Dat vereist bepaalde discipline. Dus iets anders dan. En we hebben gelukkig ook met de voorganger van Martijn, Chris Leenders en Martijn zelf ook. Ja, fantastische dirigenten in ons midden. Ja. En helaas gaat Martijn volgend jaar stoppen. Precies, ja. Dus wij zijn ook op zoek naar een nieuwe dirigent. Nieuwe dirigent. Ja, ja. Er is inmiddels een vacature uit en er zijn al 9 kandidaten die zich hebben aangemeld. Ja. En, daar zijn de procedure voor. Er gaan een aantal mensen gaan de eerste met de commissie gaan gesprekken voeren. We gaan een aantal mensen uitnodigen voor proefdirecties. Dan gaan wij leden raadplegen. En uiteindelijk blijven er één of twee of drie over. En daar gaan we nog verder mee aan de slag. En uiteindelijk hopen we daar eigenlijk weer net zo'n mensen van kaliber als Martijn terug te krijgen. Ja. Want wij vinden het heel jammer dat hij stopt. We snappen het ook. Maar goed, zo gaat dat. Ja. Je stopt of ga je naar een ander orkest? Of nou, dat is niet de reden dat ik stop. Okay. Dat ik al een ander orkest in het vooruitzicht heb. Maar het is op het moment dat ik heb aangegeven van mei 2019... Dan geef ik het stokje door, in dit geval letterlijk. Dat is op het moment dat ik 12,5 jaar het orkest gedirigeerd heb. En dat vond ik een hele mooie termijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook zeker voor het orkest. Om weer eens verder te kijken. Want het is gewoon voor de permanente ontwikkeling van zo'n orkest heel goed om daar af en toe eens een andere visie op los te laten. En ik denk dat 12,5 jaar is een hele lange tijd. En het is mooi dat dat op deze manier al in een heel vroeg stadium heb ik dat aangegeven. Zodat het orkest ook
de kans krijgt en de tijd vooral. Er is niks zo vervelend als je hals over kop een nieuwe dirigent moet gaan zoeken. Moet aan elkaar wennen. Precies, en dat is best wel een ingewikkelde procedure. Ze hebben nu in ieder geval ruimschoots de tijd om daar naar een geschikt iemand te kijken. Ja. En dan kunnen we het op die manier mooi, als een jubileum, mijn 12,5-jarig jubileum, kan ik het overdragen. En dat is eigenlijk hoe ik het altijd het liefste doe. Ja. Het zou zomaar een vrouw kunnen zijn als dirigent. Zeker. Er is twee weken geleden een film in première gegaan. Daar ging het juist over. Hè? Zo van de eerste vrouwelijke dirigent. Hoe wordt daar tegen aangekeken in de muziekvereniging wereld of bij de orkesten? Ja, wat je in ieder geval in die documentaire, of in die film moet ik zeggen, ook naar voren komt, is er is natuurlijk van oudsher. Is dirigent gezien als een typisch mannenberoep. Zijn handjes, hè? Ja en, maar dat is inmiddels al sinds de opkomst van het professionele muziekonderwijs vanaf de jaren 70 komen er steeds meer vrouwen sowieso die wat dat betreft absoluut niet onderdoen voor een man. Wat dat betreft maakt het eigenlijk helemaal niet uit of het nou een man of een vrouw staat te dirigeren. Het enige is dat wij er als muzikanten aan moeten wennen, omdat het nou eenmaal minder voorkomt. Ja. Maar er zijn steeds meer en meer dames ook die de baton hanteren. En wat ik zelf een enorme stimulerende ontwikkeling vind, is dat bijvoorbeeld de Radio Philharmonisch Orkest onlangs haar eerste chef dirigente heeft aangesteld. En ik denk als die trend zich doorzet, dan zal dat op een gegeven moment steeds vaker en vaker voorkomen. En het is goed. Ik denk dat zeker in de orkesten als Sint Radboud zie je al steeds meer vrouwelijke dirigenten hoor. Dus het is nog niet 50-50, maar het is een tendens wat ingezet in de ontwikkeling die komt. Ja. Nog even voor Schiedammers of mensen die kijken. Muziekvereniging Sint Radboud. Het is zowel een koor als een orkest. Uit hoeveel leden bestaat de gehele vereniging? Nou, we hadden bij elkaar ruim 100 leden, dus inclusief leerlingen die wij ook opleiden en een apart leerlingenorkest hebben. En een groot orkest en een koor. Ja, ja. Ja. En wij doen elk jaar minimaal 1 concert samen met koor en orkest. En dit jaar is dat dan volgende week zaterdag 17 november gaan wij een concert doen met musicals. Ja. En dat is fantastisch. Alle muziek is mooi hoor. Alle registers worden opengetrokken. Maar het is vooral heel herkenbaar. Ja. Dus dat is leuk. Een hele afwisseling van verschillende soorten musicals, verschillende soorten muziek ook. Ja. Ik zou iedereen oproepen om vooral te komen kijken en luisteren. En misschien ook, juist is, dat vind ik zo mooi. Ik zit zelf in het orkest. Wij kijken natuurlijk vaak naar de dirigent. Ik heb ook af en toe wel gelegenheid om te kijken ook. Ja, de manier waarop de muziek tot stand komt, samengebracht wordt door de dirigent. Niet alleen door het dirigeren, maar expressie. Als je bij een concert zit, soms zie je het orkest niet, hè, want dan zit het orkest laag. Ja, en de dirigent zie je altijd hoog staan, die is goed zichtbaar. Ik kan daar heel erg van genieten om naar zo'n dirigent te kijken op de manier waarop het gedaan wordt. Ja. Ja, goed, Martijn kan daar nog wel iets over vertellen. Hoe doe je dat dan? Ja, want ervaar je dat zelf ook. Niet dat je van jezelf zit te genieten, maar gewoon dat je alles op een bepaalde manier bij elkaar krijgt. Ja, dat heeft vooral mee te maken dat het grootste werk van een dirigent, dat vindt zich voorafgaande plaats. Om een stukje eigen te maken. Het belangrijkste is, een componist die heeft noten op papier gezet. En je moet dat proberen zo goed mogelijk uit te voeren. Wat heeft die componist bedoeld? Dus er is vrij veel onderzoek nodig van wat is nou de stijl van de componist? Waar komt hij vandaan? Wat is de achtergrond? Hoe zijn die stukken tot stand gekomen? En naarmate je daarin duikt en steeds meer facetten van de componist en van de partituur leert, hoe interessanter het eigenlijk wordt. Je gaat steeds dieper op de materie in. En dan op een gegeven moment ga je werken met een orkest die we nog van niets weten. Nee, ja. En dan moet je dat inmiddels repetities, moet je dat laag voor laag, moet je steeds meer. Het gaat er niet alleen maar om dat we als een soort, dat het een soort wedstrijdje is van hoe foutloos kunnen we spelen. Maar het gaat erom dat de zeggingskracht, wat de componist bedoeld heeft, dat uiteindelijk overgeleverd wordt aan het publiek. Ja. En kijk, als dirigent kun je op zo'n moment van concert nog heel veel toevoegen. Mensen zitten te spelen, maar mensen die moeten uitgedaagd worden om
om steeds meer energie te geven en eigenlijk steeds een grens over te gaan. Het is spannend, ze zijn soms zenuwachtig, we zitten allemaal moeilijke noten. Dus dat is vrij veel remming. En als dirigent moet je op een concert die remming wegnemen. Ja. En door er heel veel energie te geven, krijg je het ook terug. En dan ontstaan er dingen dan, die je op repetitie ook niet voor elkaar krijgt. Nee, precies. Ja, je kan het wel koud spelen, maar dat is toch heel iets anders dan een stuk emotie erin, erin te zetten. En wat dat is deels is dat wel een techniek of is dat, kun je dat met simpele gebaren, maar het is ook risico nemen. Ja. En gewoon het moment zelf opzoeken, contact maken en met elkaar op het moment dat die noot moet klinken, dan iets bijzonders creëren. En dat is ook gelijk het lastige van de muziek. Muziek is natuurlijk een tijdskunst. Hè? Op het moment dat een noot klinkt, daar gaat het om. Ja. Op het moment dat die noot geklonken heeft, is die weg. Ja. Is ook de hele muziek weg. En als dirigent ben je eigenlijk met drie dimensies bezig. Je bent eigenlijk bezig van het moment net voordat de noot gaat klinken. Dan ben ik het meest nodig om mensen, simpel van als ik u beide iets tegelijk moet laten doen. En ik zeg van nu, dat gaat nooit lukken. Nee. Dus je heeft voor mij een soort voorbereiding nodig en ik zeg nu. En dat snapt iedereen. Dat snappen kinderen van drie als ik zeg nu, dan spelen ze dat perfect op de tijd dat ik dat wil. Dat is voorafgaande aan de noot. Dan klinkt de noot zelf. Daar moet energie bij zitten. Maar met die noot geklonken heeft, moet je voor jezelf te raden gaan van klonk die noot nog goed? Of moet ik nu ingrijpen om de volgende noot weer beter? Dus je bent continu met die drie verschillende tijdsdimensies bezig. Maar dat maakt het ook tegelijk heel interessant. Ja. Als het allemaal lukt. Volgens mij heb je ook wel eens een keer dat je vreselijk de pest over in hebt dat het niet lukt. Nou ja, denk ik. Wat niet lukt. Kijk, als er een verkeerd nootje gespeeld wordt of zo. Nee, dat kan je vergeten. Maar gewoon, jongen, ik mis... Dat vooral. Als ik, mis dat... Ja, ik weet niet hoe dat moet. Ik weet niet of jij de juiste woord voor hebt. Als het mat van, is. Ja, mensen zijn. Je merkt gewoon aan mensen dat ze er niet aan toe zijn. Of ze zitten aan andere dingen te denken. Ja. En dat kan natuurlijk gebeuren. Dat kan soms door emoties zijn. Vergis niet dat gewoon dingen die we in ons dagelijks leven meemaken kunnen een ontzettend impact op zo'n orkest hebben. Ja. Stel dat er iemand net overleden is voorafgaand aan een concert. Dat heeft een enorme uitwerking op zo'n concert. Ja, dat kan twee kanten op gaan. Ja. Dat kan verbroederend werken. Maar dat kan ook merken dat we gewoon simpelweg niet met de hoofd erbij zijn. Ja. En ja, dat is voor een deels wel op te vangen. Maar dat zal de ene keer beter lukken dan de andere keer. Mooi. Ja. The Sound of Musicals in ieder geval, 17 november. Even kijken, bekende melodieën. My Fair Lady, Les Miserables. Mary Poppins, Sweet Charity, West Side Story. Nou, dat wordt gewoon een bomvol programma. Ik hoop ook dat de Ark, bomvol zit. Hartplein 101, aanvang om 8 uur, zaterdag 7 uur, entree €7,50. Nou, daar kan je het niet voor... niet voor niet komen. Ja. Er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Ja. Die zijn onder andere verkrijgbaar bij boekhandel Postscriptum. Kijk. Ook op onze website te bestellen. Ja. En eventueel aan de zaal ook nog wel verkrijgbaar, denk ik. Ja. Maak er een mooie avond van. Gaan we doen. En het is voor gaan we zeker doen. Het is voor jou de laatste hoop. Nee, in mei van het voorjaar met een concert in theater aan de Schie. Bah. Dat is de slotoefening. Het is hier gewoon stampers vol. Zullen we dat afspreken? Ja, graag. Hartstikke goed. Hou ik je aan. Oké. Dank jullie wel.